een van de vele testen die vaak voorkomen om onderscheid te maken tussen de ene of de andere metaaldetector, is om je vondst neer te leggen bij roestige spijkers. En hoe klinkt die dan en wat doet die dan? En wat kan de ene wel en wat kan de andere niet? Nou, ik ga eventjes kijken met een gouden munt uit 1770. Een zilveren rijderschelling uit 16 nog iets. En een zinken 25 cent uit 1940 ongeveer. En we gaan gewoon even kijken wat ze alle drie kunnen. Wat ze alle drie doen. Ik leg als eerste neer het zinken kwartje. Ik leg als tweede neer de zilveren munt. En ik leg als derde neer de gouden munt. De Quest Q30. En we pakken het programmaatje Park. Ik heb alles uitgediscrimineerd. En hij staat op 3 tonen. Duidelijke 74. Spijkertje daarnaast. Komt nog steeds door. Nog een spijkertje daarnaast. Zetten we het ijzeren geluid uit. Maakt niet uit hoe snel ik ga. Geen enkel probleem. Quest Q30. Met dezelfde programmering, de zilveren munt. Eén ijzer spijkertje erbij. Geen enkel probleem. Nog een spijkertje erbij. Geen enkel probleem. Quest Q30, zelfde settings met de gouden munt. Rustig spijkertje erbij. Nog een rustig spijkertje erbij. My Lip Vanquish. Ongeveer dezelfde settings. Deze staat op jewelry, dat komt omdat er simpelweg geen park op zit, denk ik. Dit is muntjes, dit is een zwaardje, dus dat zal relic zijn. Dit is een ringetje, dus dat zal jewelry zijn. En dit is custom. Dus het meest vergelijkbaar is denk ik deze setting. Ik zet het ijzergeluid eventjes aan. En de discriminatie staat helemaal uit. Goed. IJzer spijkertje erbij. Nog een IJzer spijkertje erbij. Doet het ook gewoon. Zilveren munt. Spijkertje erbij. Gouden munt, zelfde settings, Equinox 440. Spijkertje erbij. Nog een spijkertje erbij. Iron bias aan.
Dr. Macro Simplex Park, ongeveer dezelfde settings. Eerst de ijzeren spijkertje ernaast. Tweede spijkertje ernaast. Zilveren rij de schellingen. Eerste spijkertje. Tweede spijkertje. Geen enkel probleem. Simplex Plus, gouden munt. Eerste spijkertje ernaast. Tweede spijkertje ernaast. Geen enkel probleem. Gouden munt met de simplex, met de spijkers er kruislings bovenop. Mijn Lab Fanquiz met dezelfde settings. Ik probeer nog even een beetje te draaien om hem iets duidelijker te krijgen. En nu de Q30, de Quest Q30. Alle kanten. Komt gewoon door. Ik zit hier niet om een van deze drie af te kraken of op te hemelen. Ik zit hier puur om eventjes de feitjes op een rijtje te zetten. En als ik dan heel eerlijk moet zijn, dan denk ik dat de Nocta Macro Simplex het beste presteerde in dit testje. Dat denk ik. En jullie mogen best weten dat ik dat stiekem een klein beetje in mijn hart wel jammer vind. Want de Q30 is een merk waar ik heel veel energie in steek. Maar ik ben wel eerlijk genoeg om te zeggen dat de Simplex daarin uitblinkte. Ook moet ik heel eerlijk zeggen dat ik in deze test de Fanquiz niet zo goed vond presteren in vergelijking met wat ik allemaal gezien en gelezen heb. Want de Multi-IQ zou deze test zo verschrikkelijk vlekkeloos moeten halen. En hij haalde hem wel. Ik bedoel, er is helemaal niets mis mee. Hij doet precies wat hij hoort te doen voor een metaaldetector van €300. Alleen, hij blonk niet zo verschrikkelijk uit tegenover de andere twee.